فرجانم يقري شلوم عليخو أديو مهركي كلان بدوكثو ببلتشيقا غانثو كتيو دي أم نورثو أديو ما خد كذعيتو أتشاتو كوسمينا أدخرون دمو إش ندو سيفو ونافلينا بكثوتو بيغازيطا تكيتو هركي غانثو كوسيمو أتذكار دسو هذي سريوي احنا السنة آثينا عم سريوسات والتلفزيون ايضا دقرشينا ايدو كثاثة لو دخرون دسو هذيذا حزينا وما شمعينا لا ومحوينا لا لم فرجون ايضا ام يقري السريوي ببريثو كولا كلان هركي عمو ام نورو تكتيو هي اسبه دهيو ايغان ثاثة هاني عسريش نتكتي ايغان ثاثة وكل حذر يروحوا نيوثو ينورو أنا كارخ باع محرنة ونافل علي أوثو ده سريوية كيتو أعلى ينورو أنا قومي أقرانو أديوما جمحكي لن إشمو يعني أي دربو أنثيلة أفكر دسويم ميدي علو سيفو ده سريوية تكو قوريلي سيفو طعيو وشرولو شرولو سيف طعيو لو نوشي غلب نوشي غلب لوكو ذا أعلى أنا قا عدو كسيمين ما قبل نوثو عموم يقرو الباليس دو بيلا هي السنة موضع نوثو يعني قاي إيغان ثاثي سيمو وقاي علو سيفو دا سريوي ولو على سيف غيري دو بينا عدو إيميل ثو لوم يقرو الباليس خويا ميدك منير الباليس نيك Dus we zijn hier in de tuin der onlusten en die is een tuin waar er zijn veel dingen die zijn rond kunst. En, dus we hebben gelezen in de krant dat u had iets voor de Arameese genocide gedaan, dus daarom zijn we gekomen. Ja. Kunt u onze kijkers een beetje vertellen, eerst en vooral een beetje geschiedenis over die tuin? En dan op tweede instantie, waarom een deel van die tuin over de Arameese genocide? Ja, dus de tuin der onlusten is ontstaan iets meer dan 20 jaar geleden. En omdat ja, altijd die onlusten, we wilden daar iets mee doen, we wilden daarmee in de treinen komen. En dus gingen wij altijd onderwerpen zoeken in verband met onlusten, dat kan kolonisatie zijn, uitmoorden van bepaalde bevolkingen of zelfs de opwarming van de aarde enzovoort. En voor dit jaar hadden wij gedacht, omdat wij ja, met al die genocides, herdenkingen van genocides van 100 jaar geleden enzovoort, was ik dan te weten gekomen van de Arameese genocide, waar dat ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. En dan wou ik daar iets rond doen. En hoe ben ik daartoe gekomen? Dat op Arameese genocide terechtgekomen was. Ik ben altijd op zoek, in onze tuin, het symbool van onze tuin is altijd de vlam, dus alles in verband met vuur en vlam en de symboliek daar rond. En dan was ik aan het zoeken naar gevleugelde vlam, omdat in veel culturen gevleugelde symboliek dikwijls voorkomt, dacht ik, tja, waar staat er nu geen gevleugelde vlam? En zo kwam ik dan op de Arameese vlag, dus de vogel met het hoofd, het kop, in de vorm van een vlam. En ja, dan heb ik meer nog beginnen opzoeken over de genocide en zo. En dan dacht ik, dat gaan wij nu als symbool nemen voor de alle mogelijke vergeten genocides, want er zijn er zoveel, om die slachtoffers te herdenken. En we hadden een monument voor oprichten, dan hebben we de gevel gekozen, een muur, omdat muren dikwijls gebruikt worden als herdenkingsmonumenten. En dus een hele hoge muur van ongeveer 2 verdiepingen. Hebben wij een paar vormen ontworpen, maar niet echt geïnspireerd op de gevleugelde vlam. Maar we hebben het meer nog duidelijker genomen, echt dus je ziet vleugels en je ziet de vlam, het is niet meer duidelijk een vogel, maar de verwijster naar je kunt het eigenlijk onmiddellijk herkennen. Hebben we dan 130 sculpturen gemaakt, geschilderd enzovoort, de stellingen gebouwd om dat helemaal over heel die hoogte te kunnen ophangen op een rasterwerk. En dat is dus onze herdenkingsmuur voor de genocide, Arameese genocide van 1915. Tot 1918.
En dan heb ik daar ook bepaalde fetiche, zal ik dat maar noemen, bijgehangen. Dus om de doden, elke dode, maar dan heb ik natuurlijk, moet ik er misschien 100 miljoen of zoiets maken. Maar dat, ik maak er elke dag bij, ik hang er elke dag. Dus ik kan er misschien eens een tonen. Kijk, dat is dus zo duidelijk de vlag die ik gemaakt heb. En die ik dan aan de muren hang om de doden te herdenken. Meestal, en dan ben ik altijd gechoqueerd van, als er zo doden herdacht worden, dan zeggen ze ineens 1 minuut stilte voor de doden. 1 enkele minuut voor een heel leven is veel te weinig. En voilà, kijk, daar heb ik toch wel aan 2 uur werk aan. Dat is nog altijd meer dan voor 1 dode 2 uur werk herdenken dan 1 minuut. En dan hang ik dat hier overal op. En dus ik ben nog altijd bezig met erbij te maken. Die zijn nog niet af die daar liggen. En ja, voilà, kijk. Dank u, meneer Albaard. Dat is een heel interessante uitleg. En hebt u een speciale bericht voor de Arameërs die hier in België wonen of in andere landen, andere steden, die eigenlijk zouden komen hier bezoeken? Dus hebt u een specifieke berichtje voor hen? Ja, een specifiek bericht. Ik zou u wel vragen van eens langs te komen om samen eventueel te reflecteren over hun verleden en wat daar dan allemaal gebeurd is. Ook eigenlijk een bericht over heel de wereldbevolking zou zijn van een oproep voor meer altruïsme, voor meer samenhorigheid om de problemen van de wereld op te lossen. En wat er met de Aramezen gebeurd is, is een van de voorbeelden wat er allemaal kan gebeuren. En zo'n dingen mogen nooit gebeuren, maar gebeuren spijtig genoeg nog altijd. Dus laat ons samen daarover nadenken. En daarvoor hebben wij dat hier gedaan, omdat de mensen hier zouden komen en daar is in berusting, want een tuin geeft meer rust, stilte, in die stilte toch te denken aan slachtoffers of u in te leven in wat dat betekent van levens, families, kapot te zien gaan enzovoort. En te hopen dat we daar toch iets aan kunnen doen of een positieve kracht uit kunnen halen of een warmte tegenover elkaar. Dank u. Kunt u een beetje praktische informatie geven, dus de adres, de openingsuren, zodat mensen die willen komen, hebben de informatie? Ja. Dus wij zijn hier een beetje in een afgelegen stuk, vlakbij Brussel, dus via de autostrade van Brussel-Parijs uit hier op een klein kwartier, als het meevalt. En dat is in de gemeente Alsenberg, een deelgemeente van Beersel, in de Klutstraat 24. En de tuin is te bezoeken elke weekend, is te zeggen nog 2 weekends, en dan gedurende de hele maand september op afspraak. Farjone Miakre, je hebt zelf gewerkt aan Sinal Gantho, Habel Chikoyo, Simole, Hawile Henyono, Alu Hamusru, Alu Saifoda Surioe, Ahnasene, Khoze Kolozem, Lotoina, Uameidan, Lotoina, Umede Jarile, Useifo, Lotoina, Uli Shonedan, Uimardu Thaidan. هاني مو إشني شابيعي عبدي علو سيفو وهيش كلان ساخ كلان كو عايشينا وكولوزم هيش مو إشني وماثيشني وألفوشنا يحريني تفايشينا علي رغلو ودلوطوعينا وميديدان إمردو ثيدان ولي شنيدان علاثي توخو كل خواركي حزايو مفاريجو وهوايو أضيفي ديغان ثاثي كتيو غانثو مردو ثنويتو وغانثو لدو خرون دسو هذيدا دان الفو تشعمو حمش أحصر ودسو هذي سريوي غاو نويد تاودي لي ماش معتاد خوفوشن باشلومو